Voortgezet speciaal onderwijs, gericht op jongeren met autisme of ernstige meervoudige beperkingen. Dat is wat Focus biedt. Het leer/werktraject dat intensief samenwerkt met lokale ondernemers opende dinsdagmiddag haar deuren in Beuningen. We hebben de opening, de officiële opening van Focus Beuningen. Dat is een onderwijslocatie van De Kom. Deze locatie zit, zoals je kunt zien, midden in het centrum van Beuningen, midden in het winkelcentrum, in een winkelpand. Dus dat betekent echt les midden in de maatschappij. De vier O's in de schoolnaam Focus hebben elk een eigen betekenis. Ja, Focus staat voor met vier O's. Een O voor overheid, ouders, onderwijs en ondernemers. Ze zijn eigenlijk allemaal even belangrijk om ervoor te zorgen dat onze leerlingen goed kunnen leren. Dus we hebben de overheid, de gemeente hebben we nodig. We hebben ouders natuurlijk hartstikke nodig. Ondernemers, dat zijn de plekken waar we stages willen lopen en misschien uiteindelijk uit kunnen stromen. En het onderwijs, dat zijn wij zelf. Deze unieke manier van lesgeven onderscheidt zich dus van andere scholen. Beuningen is de 19e plek waar Punt Speciaal zich vestigt. Punt Speciaal heeft een aantal scholen in Nederland, 19 scholen. En dit is een van, je ziet het hier, de wijze waarop onze collega's samen met de vier O's van Focus, alle ondernemers, de gemeente, klaarstaan om onze leerlingen een zo rijk mogelijk uitstroomperspectief te bieden. En daar ben ik natuurlijk vreselijk trots op dat collega's dit kunnen doen met alle belangrijke stakeholders buiten. De leerlingen van deze school focussen zich vooral op praktijk. Zij leren vooral op verschillende werkplekken en daarnaast leren ze hier ook didactische dingen. En dan komen ze vooral in hun werk tegen, bijvoorbeeld dat het wel handig is als je met een kassa om kan gaan. En dan leren we hier, hoe werkt zoiets en hoe kun je dan beter leren rekenen? Op die manier. Ook worden de leerlingen altijd goed begeleid. Ja, we hebben altijd twee medewerkers die hier zijn vanuit onderwijs. Er is ook een medewerker vanuit zorg aanwezig, voor als leerlingen zorg nodig hebben. En zij begeleiden de leerling. En het is echt meer een coachende rol en wat minder juffig, zoals we meestal in het onderwijs hebben. Ja.